Yo, Westville hier. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe GTA Racing video. Deze aflevering heb ik weer drie races die wij gaan racen. En deze race starten wij weer in onze Entity, mijn favoriete auto. En dan gaan we... Boost. Ja, Boost. Oké, voor mij is het... ik ken de race niet, dus ik weet niet wat ons te wachten staat. Race met z'n drieën. En, ik zie hier dan een jump. Oké. Pak hoor. Niet in het gat vallen hier. Gebeurt gelukkig niet. Oké, de weg is een beetje nat, dus dat is een beetje slipperig. We proberen dat we de auto onder controle kunnen houden. Kijk, dan hebben we ook dit mee. Het is niet te veel slippen. Oké, deze kant moet blijkbaar op. En dan, hier is een grote jump. Je zag hem bijna niet door het zonlicht. Oké, probeer mooi te landen. Ja, mooie landing. En dan gewoon hierheen. Oké, en dan. Oké, dat was waar. Ik ben er tegenaan, er gebeurde niks. Toen ontplofte ze blijkbaar niet meer. Oké, we rijden wel eerst. En dat is mooi. Dit is door dit gebouw heen. Oké, en... Niet op de kop graag. Dat is niet wat we willen. Breekt was er die dingen heen. Oké, het gaat nou wel aardig goed. Tot zover. Remmen altijd belangrijk in de race. Oké, breekt deze dingen in. En nou is de volgende jump. Proberen we goed te nemen. Land maar gewoon het parkeerplaatsje hier. Helemaal goed. Ja, perfect. En hier doorheen. Twee tafels. Puk was op tafel. Kijk, waarom kunnen we in één keer doorheen gaan? Waarom rent dat ding helemaal af en dan gaat hij pas kapot? Raar. Voor mij is het een point-to-point en het heeft geen laps. Het heeft wel een lap, één lap, dus op zich is het niks. En waarom ga ik er godsnaam achteruit? Daar ben ik mee bezig. Oké, kan ik deze jump zo halen? Ja, hopelijk wel. Ja. Oké, blijkbaar wel, ja, jawel. Dan moet ik hier blijkbaar even omheen. Zo kan het ook. Volgende jump. Op de parkeergarage. Ja, en we gaan. Lama moet eroverheen. Oké, die snelle. Dit kunnen wij zo redden. Dit redden we zo. Of net niet. Respawnen. We hebben toch een aardig grote voorsprong. Dus, helemaal over de snelweer. Zo. Ja. nee, weer deze dingen. Kijk, dat er een gat in. Oké, nou zijn ze in één keer blijkbaar allemaal kapot. Oké, rare dingen. Weer van die dingen. Over jump. En waar het checkpoint net. Oké, kom. Ik zie de finish. We zien de finish. Hier is deze jump. Handig dat je hier zit. En dat is finish. En finishen. Dat was onze eerste overwinning van deze aflevering. En ik zie jullie bij de volgende race. En dat is aangekomen bij de tweede race van deze aflevering. Deze race starten wij in onze Setorno. Dag keer gaan we in de Setorno starten. Het is een 1-1 race. Is helaas iemand geliefd in de vorige race. Beetje sneu. Maar ja, het zei het zo. Oké, daar gaan we dan. In onze Setorno met een mooie witte lichtronde. Oké, het is door het bos glad. Dat vind ik een lastig ruimen, maar dat gaat wel. We hebben nu al een beetje een voorsprong gebouwd op onze concurrent deze race. Oké, het gaat een aardig goed met deze Setorno race in het zand. Meestal is dat heel kloot. Ja, we slippen wel een beetje, maar het gaat nog. Oké, in deze race zijn ook weer grote jumps, net als in de vorige race. Dus dat is een leuke race. En even kijken. Hier is een jump. Gaan we een jump nemen? Ja, terug gaan we nemen. Dat is niet handig om tegen de bergen te knallen.
Maar we leven nog, we zijn hier oploft, dus dat is belangrijk. Oh, oh, ik ben liever de berg af te vallen. Hier is de volgende jump. Okay. Jump. Gaan we halen, gaan we halen. Nee. Oké, okay, klimmen. Oh, hier is een paardje naar boven. Hier kunnen we wel naar boven rijden. Oké, okay. Dat is mooi gelukkig dat het paardje er zat. Anders waren we de pilot geweest. Oké, wacht, nemen we eerst de volgende. Oké, oh, 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 we gaan scheef, we gaan scheef. Maar we landen op de checkpoint. Gelukkig ontploffen we niet. En we zitten vast. We zitten vast, kom. Nee, nee. Gas, gas, gas. Kom, we moeten eruit zitten komen. Oké, we kunnen even beter respawnen nu, want dit werkt niet. Oké. En nummer 2 staat steeds niet dichtbij. Dus ja, dat wordt een easy race, denk ik. Het is ook niet leuk als je tegen één persoon moet racen. Maar ja, als er geen mensen joinen, dan kan het niet. Oh, 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 oh. Dan wil ik even niet sparen. Ik moet zeggen, als er geen mensen joinen, dan kan het ook niet anders. Hou een keer een race met mij. Weer op te nemen van mij proberen te winnen, dan kan dat. Dan moet je mij toevoegen als vriend, als social club. Dan kunnen wij eens een keer gaan racen. Er wordt nog een keer een crew aangemaakt, de Wetsie crew, die is er nog niet. Maar als je dus met mij een keer wil racen, dan kan dat in de toekomst. Ik zal binnenkort een crew oprichten en dan zal ik het aankondigen in een van mijn video's. Maar laten we eens concentreren op deze race. Is de race te winnen. Dus checkpoints moeten we nog. Oké, we zijn over de helft. En oké, respawnen maar. Want we rollen van de berg af. Oké. Niet makkelijk met een soort tonen over deze wegjes naar boven te rijden. Ah ja. We hadden ook een off-road race kunnen maken, maar dat hebben we niet gedaan. Hij stond nog super, dus ik heb hem laten staan. Oké. Proberen de tunnel onder controle te houden en niet tegen stenen aan te rijden. Dus het tunnel is vlak van onder en heel laag, dus ik glij alle kanten op. Oké, en rustig de wacht nemen. Ja, ik kan gewoon rustig aan doen, want we hebben tijd genoeg. Oh, 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 gelukkig ontplofte dat ding niet, dan waren wij wel de pilot. En hier is een jump. Oké, en kunnen we nemen. Oké, waar moet we heen? Oh, helemaal daar. Halen we dit? Nee. En dan mogen we respawnen. Oké, volgens mij moesten we hier echt anders landen. Maar ik weet niet wat er precies gebeurd is. Oké, en nu? En nu? Oké, hou de auto recht. Oké. Ja. Perfect. Tweede lukt het wel. Gelukkig. Ja dan. Oh, we zijn bijna klaar. We moeten nog 9 checkpoints. Oké, niet spinnen. Nee, dit is niet handig hoe dat doet. Oké. Rustig rijden, rustig rijden. Het is helemaal geen paniek, want onze tegenstander rijdt al een eindje weg. En misschien heeft hij ook weer moeite met die jump. Die wil wat jump te nemen. Niet slippen. Oh, oh. Oké, het gaat allemaal net goed. Nou, we hebben de finish moeten aan, zodat we dichtbij zijn. Hier aan de bocht moet dan de finish zijn. En daar zien we hem al. De finish met de jumps, hè. Ik denk het wel. Ik denk wel dat het is. Ja hoor, hier is de jump. En. Oh, oh. Gaan we dit redden? Gaan we dit redden? En we ploffen. Oh, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ja, volgens mij konden we omrijden, maar dat ga ik niet doen. Gaan we gewoon legit nemen. Gaan we gewoon legit nemen om deze jump te halen. Kijk, ja, zo lukt het wel. Zo lukt het wel. En. Oké, okay, niet in die vrachtwagen aanknallen. En dat is de finish. En het finishje. Met een eerste plek. Dit is de tweede race. En ik zie jullie in de laatste race van deze aflevering.
En dan ook weer de laatste race voor deze aflevering. We zaten in onze Massacro race. En een race met heel veel mensen. Ik weet niet precies hoeveel mensen. Even kijken hoeveel mensen erin zitten. Ik ga het zien. Papa. 14 mensen, hoeft te staan. Dus dat zijn heel veel mensen. Dus rijdt je voor aan de kant geduwd worden. Oké. Daar gaan we. Oké, het verkeer er ook nog aan, dus ook niet fijn. Oké, we zijn er tot nu toe bijna heel hard uitgekomen. Oh god, daar komt de hele bende aan. Oké, en, mag goed nemen. Ja, oké. Auto had ik al. Oké. Oh. Ja, hier gaan we alweer. Tik me die aan, man. Kom maar bij rust. Hey. Dan kom je een blauwe auto. Oké, niet slippen. Oh. Oké, we gaan blijven even achterrijden. Er is een hele bende aan, dus er zal een zaak wel meer aan gebeuren. Oké. Oké, we rijden langs de eerste. Ik vertrouw hem niet, ik vertrouw het even zodra ik met de... Gaan af gaan duwen. Ik doe het niet bij jou. Dat vind ik niet leuk. Dat mensen bij mij doen, dat doe ik toch niet bij jou. Oh. Daar rij je. Oké, we zijn met z'n tweeën een beetje weggereden van de rest van de groep. Oké. Dank je. Oké, daar hebben we de derde. Iemand geliefd, zo te zien. Want we begonnen met 14 mensen. Oké. Ik weet niet wat jij van plan bent, maar... Oké, ja, ga maar netjes langs. Oh. Het is handig geweest dat het verkeer uitgezet was, maar ik heb deze race niet gestart. Dus... Dat is niet mijn keuze geweest. We rijden die vierde. Is het een lap race? Ja, twee laps. Oei, dat ging me net goed. Campen, uitkijken voor de camper. Oké. Oh, hier zit een heel groot gevecht gaande. En hij heeft een paal. Natuurlijk. En in godsnaam, dat kloot de verkeer ook. Oké, we zitten weer achter deze blauwe auto. We rijden nog steeds vierde. En relax. Ah, je hebt jezelf nog naar de kloot gereden, man. Idioot. Oké, we zijn weer heel langzaam. En we rijden het zesde. En het gaat steeds slechter. Echt. Jongen. Weet je waarom mijn auto zo sloom is? We knallen steeds weer tegen het verkeer aan. Dat in één keer er niets gaat uitwijken. Kijk hier ook. Waarom staat die godsnaam die auto daar weer te weg? Waarom sta je daar weer te weg? Mijn god. Echt, GTA is het verkeer zo erg dom. Oké, tweede ronde. En ja, rijd door jij. Kijk hier, dit verkeer ook. Waarom ga je... Ik weet niet of het aan mij ligt, dat het lag is, maar... Ik weet niet. We rijden vijfde. Ik denk dat de tool is om top 5 te halen of zo. We zijn wel tevreden. En. Oh, waarom sta je daar? Waarom ga je nou weer tegen mij aanrijden, je auto? Blijf er lekker staan, man. Gek. En we hebben de vierde. En onze auto langs. En er rijdt hier weer een auto. En dan lopen we daar weer tegenaan. En dan hebben we de bal. Oh, dit verkeer. Ik blijf altijd maar klagen over verkeer. Ik weet het. Kijk, iedereen heeft er last van. We rijden weer derde. Top 3 zou heel mooi zijn. Rustig blijven. Het heeft zich naknallen. Ja, busje. Wat wil je dan? Doe busje. Ik ga daar niet midden op de... Je rijdt midden op twee rijbanen, man. Jongen. Wat een aas of een keer.
Oké, ik zal naar ophouden dat het klaar hoeft verkeer. Ik ga naar recht op deze race. Oké, rustig de bocht nemen. Ja. Lang niet gerezen met Massacro. Ik heb al heel lang, een van mijn eerste auto's die ik had gekocht en helemaal had getuned. En dat is de eerste keer zo'n lange tijd dat ik erin race. Een beetje wennen, want hij is niet zo snel als altijd natuurlijk de supercars die gebruiken heel veel mijn races. Zoals met Entity en met Zetorno. Maar ja, het gaat toch nu toe wel aardig goed. En nee, ik laag niet meer over het verkeer. Het verkeer naar buiten laten gaat aardig goed. Ik heb nu een aardige force opgebouwd. We rijden een beetje in een niemandsland op dit moment. Als we nergens tegenaan knallen, dan eindigen wij als nummer 3. Daar ben ik wel tevreden mee. Het had veel slechter gegaan als je met 14 mensen in een race staat. Dat weet iedereen wel die GTA race. Ik zou nergens tegenaan knallen en dan knal ik toch echt tegenaan. Er komt langzaam iets dichterbij. Ik moet vooruit blijven kijken. Altijd vooruit blijven kijken. Rustig langs. Hoef geen risico's te nemen. Hoef echt geen risico's te nemen. De finish is dichtbij. Nummer 2 is gefinished. Dus nummer 2 worden we niet meer. Daar is de finish. Oké, verkeer. Ik ga nog geen rare dingen doen. Daar is de finish. En we zijn derde geworden in deze laatste race van deze aflevering. Oké, dat was de laatste race van deze aflevering. Voor de video leuk, laat een like achter. En volg mijn kanaal. En ik zie jullie in de volgende aflevering van GTA.